veel mensen zeggen ook dat ik wel iets van een Jamai-achtig persoon ben. Dus misschien moet ik het ook van een hebben deze auditie of volgende rondes. Ik hoop het. Vertel eens iets over jezelf. Ik ben Pieter Berry. Pieter Berry? Ja. Te gek. Ik ben 15 jaar. Zo. Ik kom uit Wijchen. Waarom denk jij dat jij op je 15 jaar de next idol zou kunnen worden? Ten eerste omdat als ik op het podium sta, dan verander ik eigenlijk in een spirit animal. Spirit animal? En ik hoop dat misschien dat werkt als een idol. Okay. Wat staat er trouwens op je t-shirt? I came to slay. I came to slay. Ja, ik dacht ik moet even alles uit de kast gooien om... Alles uit de kast, ja. Dat vind ik altijd goed. Wat ga je voor ons zingen vandaag? Freedom van Beyoncé. Ja. Ja, ik zing het ook omdat ik vind dat er veel te veel discriminatie en racisme in de wereld is. Zo. En moet gewoon stoppen. Dus een statement wil ik er ook bij maken. Vorige week was ik op straat. Er was een meisje met een hoofddoek en er werd Mohammed tegen haar geschreeuwd. Ja. Dat soort dingen. Toen dacht ik van ja, dit kan gewoon niet meer. En daarom probeerde ik dit ook aan jullie over te brengen. Ja. The floor is all yours. Pieter Berry. Tryna rain on the thunder. Tell the storm I'm new. I'm a welcome and march on the regular. Painting white flags blue. May the last one burn into flames, yeah. Freedom, freedom, I can move. Freedom, cut me loose, yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Lord, I'ma keep on running. 'Cause a winner don't quit on them self. Zo, dankjewel. Dat is een auditie met een boodschap, hè? Ja. Ja. Je zingt wat binnensmonds en je hebt een soort rare tik ontwikkeld met het binnensmonds zingen. Is dat al iets eerder tegen je gezegd? Of ben ik weer degene die dat als eerste tegen je zegt? Eigenlijk wel, okay. Sorry. Oké, okay. Nee, ja, niet sorry. Graag gedaan. Nee, ja. Fijn als je het aangeeft. Oké. Okay. Je kan wel eens naar een glas pakken dat je denkt dat er cola in zit en er zit er in één keer sinaas in. En dat is een beetje deze auditie van mij, want je hebt het namelijk wel heel goed gedaan, maar voor mij rijmt het toch eventjes niet met wat ik zie en wat je vertelt. Ik mis gewoon een beetje de persoonlijkheid of je het wel echt meent, zeg maar. Het lijkt alsof je heel kritisch bent naar jezelf toe. Ja, en dan besef ik in één keer weer dat je tegen een 15-jarige praat. Ja. Dus kijk hoe serieus ik tegen jou praat. Maar ik vind het ook super fijn dat jullie serieus zijn, want ik zit hier ook in een volwassen talentenjacht. Ja. Dus dan vind ik ook dat ik gelijk moet worden behandeld met iedereen. Ja, nee, maar... Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Hij is gewoon een groot, klein mens. Pieter Berry, ik ga stemmen. Ik zeg nee. Ja. En je verdient het om nog een keertje terug te komen over een jaartje of twee, als dat wat lekkerder staat. Ik vermoed dat Jamai zich het meest met hem kan identificeren. Ik denk dat hij wel lijkt op Jamai van vroeger. Beetje de underdog, maar toch een ster. Pieter, ik zeg ja. Dank je. Ik zeg ook ja. Twee ja's, één nee. Martijn moet je vriend worden nu. Ja. Auditie was niet slecht, maar ik denk dat de hele rit Idols te kort is voor jou om echt te leren wat je nog moet leren. Dus ik zeg ook nee. Ja. Dan houdt het avontuur hier voor jou op in 2017. Ja. Maar wie weet zien we je in de toekomst nog een keertje terug. Dank je wel voor je auditie. Dank je wel dat je auditie moet doen. En je hebt een artiestennaam al. Dus na het werk. Dank je wel. Het is het halve werk. Dank je wel. Waar moet ik... Die kant. Dank je wel. Check.